Hi, ik ben Joshua van Bucks Music en vandaag heb ik weer een leuke akoestische gitaar voor jullie. Het is de Mason Elementary Series ASM10 CE, waarbij de CE staat voor de cutaway en de elektronica die erin zit. Ik zal je eerst eens laten zien wat deze gitaar verder allemaal heeft. Dan gaan we naar de kop. Dan zien we de tuners, die hebben mooie zwarte knopjes. Dat is toch net weer anders dan chroom. De hals, die is satijn afgewerkt en heeft een heel zachte V aan de achterkant. Ik denk niet dat die op beeld helemaal overkomt, maar ik zal hem toch even laten zien. De zachte V, dat wil zeggen dat er een heel klein puntje aan de achterkant zit. Als je nou echt barré-akkoorden speelt, is het misschien minder comfortabel, maar ga je voor de open akkoorden, kan je je hand er lekker omheen vouwen. Toch wel comfortabel. Dan komen we bij de body, dat is een orchestra vorm. Wordt ook wel eens anders genoemd, maar hij wijkt iets af van de standaard dreadnought. Vooral zijn taille is iets slanker. Daar is de klank ook net wat anders. Hoe anders, vraag je je dan misschien af. Hij heeft iets vols in de onderkant, maar heeft iets meer karakter in het hoog. Het is lastig te omschrijven, maar het is wel net anders dan anders, mocht je er toch uit willen springen. Natuurlijk de cutaway. Kun je makkelijker bij de hoge frets, mocht je graag lead gaan spelen. Komen we verder bij de body. Hebben we weer een massief sparren bovenblad. Zie je best vaak op akoestische gitaren, maar het werkt. Sparren zorgt voor een heldere klank. En ja, dat is toch altijd mooi als je akkoorden eruit wil laten springen. Dan hebben we nog de achter- en de zijkant van Mahoney. Die zorgen weer voor een stevige klankprojectie. En zo komt dus je heldere sparrenklank goed naar voren. Zoals je net hebt kunnen zien en horen, heb ik net wat met mijn vingers gespeeld. En dat is ook wat Mason over deze gitaar zegt, dat hij uitermate geschikt is voor fingerpicking, fingerstyle gitaristen, omdat hij een snelle respons heeft. Dus ik hoop dat het een beetje over is gekomen. Hier voor mij zie je twee microfoons. Hier hebben we een Neumann en een Sennheiser. Nu vraag je je misschien af waarom twee microfoons. Nou, we willen jou de gitaar graag zo goed mogelijk laten horen, zoals die hier bij ons in de studio ook klinkt. De Neumann die kan goed lage tonen en middentonen oppakken. En die Sennheiser die kan nog net een beetje die hoge sprankeling toevoegen. En dan hopen we dat de gitaar ook echt zo overkomt als dat hij hier klinkt, zodat jij de beste keuze kunt maken. Mocht je nou denken, ik wil hem thuis wel uitversterken, maar ja, die microfoons die heb ik niet. Dat hoeft ook niet per se, want er zit ook nog elektronica in deze gitaar ingebouwd. Hier aan de achterkant zien we de input, daar gaat de jackkabel in. En verder hebben we geen regelaars, dus het is plug and play, maar dan kun je de gitaar wel makkelijk en snel uitversterken. Dit was de Mason ASM10 CE uit de Elementary Series. Mocht je nou denken, dat is een schitterende gitaar, die wil ik gelijk bestellen, dat kan. Dan kun je hier naast mij in het beeld klikken en dan ga je direct naar onze productpagina. Dan kun je hem niet alleen bestellen, maar dan kun je ook wat meer informatie vinden, mocht je eerst in willen lezen of naar de fotootjes willen kijken. Wil je hem eerst een keer in het echt proberen, vasthouden, horen? Dat kan ook. Kom dan absoluut naar een van onze winkels. Dan zie je niet alleen deze Mason, maar nog veel meer andere mooie gitaren. Vond je deze video nou leuk? Laat dan absoluut een duimpje achter, deel het met al je vrienden en abonneer je op ons YouTube-kanaal voor nog veel meer van dit soort video's.